Nog een jaar geleden besloot PA Almelo over te stappen van het zondagvoetbal naar het zaterdagvoetbal. Dit ten koste van een plek in de tweede klasse. Nu spelen ze in de vierde klasse, maar minder uitdagend is het zeker niet. Iedereen wil graag van je winnen. Iedereen heeft erover van, ah, PA doet wel even. En, nou, dat is ook het moeilijkste van allemaal. En, nou, op dit moment gaat dat gewoon hartstikke goed. En dat willen we graag zo houden. Maar als je bijvoorbeeld AJC ziet en Diezen West, wat ik je net ook zei. Ja, er zijn ploegen die komen ook van een hoger niveau, maar die hebben het gewoon een stuk lastiger. En ik vind dat wij gewoon hartstikke goed doen, terwijl wij ook nog benen kunnen. Maar op dit moment gaat het hartstikke lekker. Na 6 wedstrijden staan er al 48 doelpunten achter hun naam. Dat terwijl ze er vorig jaar in het hele seizoen maar 50 in schoten. De goals maken gaat ons wel redelijk makkelijk af. We hebben een goede voorhoede en we hebben ook wat middenvelders die kunnen scoren. En ik vind ook gewoon dat we dan stand verplicht zijn dat we ook gewoon goede uitslagen neer moeten zetten. In de rust hebben we af en toe wel eens keer over dat we een doelstelling erbij pakken. Dat we dubbele cijfers halen, of we de nul houden. En dan moeten we toch in blijven houden, want het is wel de kunst om de jongens gemotiveerd en scherp te houden. En op dit moment gaat dat lekker. En lekker gaat het zeker. In de wedstrijd tegen Lemelen afgelopen zaterdag werd het maar liefst 8-0. Deze toeschouwer heeft een beetje gemengde gevoelens over al die doelpunten. Nou, dat is op zich wel leuk, maar voor de wedstrijd vind ik het niet zo leuk. Want het een is heel erg sterk en de ander heel erg zwak. Dus je hebt eigenlijk geen leuke wedstrijd. Jelmer van Harren is de aanvoerder bij PH en moet nog even wennen aan het niveauverschil. Ja, het is echt een groot verschil. Soms, je moet proberen scherp te blijven. De tegenstanders zijn wat minder. Maar goed, zoals ik zeg, de tegenstanders zijn wat minder. Maar daarom moeten wij niet minder ons best doen. Je moet ook wedstrijd weer scherp blijven en we trainen elkaar daarvoor. Is er nog wel een uitdaging? Jawel, het is wel een uitdaging. Het is vaak, je weet bijna elke wedstrijd wel dat je gaat winnen, maar het is met de vraag hoeveel. En daarom iedereen schreeuwt om te scoren en daarom blijft het wel een uitdaging. En ook de keeper blijft ondanks het weinig aantal tegendoelpunten kritisch. Ja, weinig tegendoelpunten was voor mij toch wel een puntje van kritiek voor mezelf. We kregen er 3 tegen Averest, daarna tegen Bruchtenveld nog wat. Ja, en dan wil je toch het liefst de nul houden. En ik moet zeggen voor mij, en ik denk voor het hele team voelt het goed dat je nu toch 2 keer achter elkaar de nul houdt. En nou, ik moet zeggen, het valt me mee. Ik vind het nou nog niet saai. En saai was het ook zeker niet voor de keeper van Lemelen. Hij kreeg 8 doelpunten om zijn oren en baalt er flink van. Ah, dat is kloten gewoon. Ja, balen. Maar je moet weer verder. En de volgende wedstrijd, AVRS, DKB, dan moeten we de punten pakken. En deze calculeer je al een beetje in van tevoren dat je hem verliest. Ja. En dat is ook gebeurd. Voor Lemelen was deze wedstrijd een afstraffing. Maar ook de trainer weet dat PA Almelo hier eigenlijk niet thuis hoort. Weet je, de KNVB hanteert de regels. En daar kunnen we met z'n allen heel moeilijk over gaan doen. PA maakt de keuze om op zaterdag te gaan voetballen en... Het is voor de andere teams minder leuk en ik denk dat het voor PH zelf ook minder leuk is. Op een gegeven moment zijn ze uitgeleerd en wat is dan nog de prikkel voor een vereniging om door te gaan. Dus die jongens moeten gewoon heel snel dit seizoen afmaken, kampioen worden en gauw de derde klasse in. PH-trainer Roy Bouk vindt het zelf ook niet erg eerlijk, maar realistisch blijft hij wel. Soms is het ook wel een beetje sneu als je zo dik achter, of dik voor staat en zo dik achter. Maar ja, dat neemt niet weg wennen, dat doet voor mij nooit dat winnen. Dus het maakt voor mij niet zo uit. Nou, 10-0 wordt, 2-0, 3-0 of 2-1. Volgens mij zijn het altijd 3 punten en volgens mij gaat het daarom.